In het mountainbike is de krachttraining heel belangrijk. Omdat je eigenlijk echt alle kracht op je pedalen wil krijgen. Ja, dat je alle klappen op kunt vangen, kleine foutjes die je iets makkelijker kunt corrigeren. En ook dat je in de afdaling ook je rustmoment kunt pakken. En als je geen controle hebt, sluipen er heel gauw foutjes in de oefeningen. En de core, ja, daar ontbreekt gewoon bij fietstrainingen. Ik ben een aantal jaren geleden begonnen om bij Max Training, bij Richard te gaan trainen. Vooral vanwege de goede begeleiding. Nou, als je kijkt bij de wielrenners eigenlijk en de mountainbikers, het meest voorkomende wat je hebt is dat er vanuit de bovenrug opgestrekt gaat worden. En wat wij proberen te doen is te zorgen dat het meer naar beneden komt, dus meer rond het bekken gestabiliseerd wordt, rond het buikgebied. Vooral uit de bocht komen, het aanzetten, het demareren. Natuurlijk bij de wielrenners ook op de lange termijn een bepaalde koersvastigheid kunnen behouden. We zijn sinds kort ook begonnen met aquabags trainen en doordat het gewicht zich verplaatst in de zak moet je die klap extra opvangen. Dat is wel een pittige, maar wel een hele goede training. Wat ik vooral zag eigenlijk met de training met reguliere producten die we hadden, is dat de verstoring heel moeilijk op te zoeken was. En zeker bij een profsporter merk je dat hij steeds moeilijker te triggeren is, maar om uit zijn comfortzone te halen waar eigenlijk zo'n probleem ontstaat. En dat was met de aquabag heel interessant, dus dat geeft ons nu alweer een extra stap. Ja, nu komt het Hydrovest erbij. Dat is weer een perfecte aanvulling op die aquabags. Doordat je met dat vest ook de aquabag niet altijd vast hoeft te houden. Zeker ook met het fietsen, dan kun jij iets meer je fietspositie aanhouden terwijl je niet de zak vast hoeft te houden. Dus ik denk wel dat we daar weer hele leuke oefeningen bij kunnen gaan bedenken. Ja. De training met de Hydrovest is me heel goed bevallen, zeker met de skate jumps en andere oefeningen waar je echt die klappen op moet vangen die het water nog extra geven. Je moet echt super je core aanspannen en die stabiliteit bewaren. Ja, ook bij de oefeningen die iets meer recht toe recht aan zijn, waar het water minder beweegt, merk je gewoon dat als je een foutje maakt waar je normaal gewoon door kunt gaan, dat je houding moet verbeteren en dus de oefening beter uitvoert.